Nederland is in de ban van schaatsen. Nederland is in de ban van ijs en kerst en schaatsen. Dat vinden wij Nederlanders romantisch, idyllisch en daar houden wij echt van. Het is vandaag de 10e wedstrijd om de Ascent Cup op de Jaap Edebaan hier in Amsterdam. De eerste mensen komen binnen. Sommigen drinken zich warm met koffie. En de rijders, zoals hier Bas van Hest van TNT, die rijdt zich warm. Het belooft een zeer interessante wedstrijd te worden. Ook nogmaals welkom in beeld hier in Amsterdam. De temperatuur is net onder nul, denk ik. Het is windstil. Fantastische atmosfeer om te schaatsen. En voordat wij naar de heren gaan, gaan wij met heel veel respect naar de samenvatting van de dames. 59 dames aan de start voor de 60 rondes hier in Amsterdam. Met in het gouden pak rechts voorin rijdt ze Danielle Beckering. Zij natuurlijk altijd weer geschaduwd door Elma de Vries. En ook de dames, zij werken zo hun sprints af. Hier komt Elma de Vries. Weliswaar samen voorin rijdend met Mariska Huisman. Nou, Elma de Vries net iets eerder vorige week in Amsterdam wist ze de wedstrijd te winnen. En dan ontstaat er een kopgroepje van drie vrouwen met 13 Carla Zielman. Met 89 Angela Hemeltje en met 91 Cindy van den Berg. Op een gegeven moment een halve ronde voorsprong, maar komen toch niet weg. En dan, ja, ook hier vandaag links en rechts wat valpartijen. En dit ziet er dan meteen wat ernstiger uit. Dit zijn de schermutselingen, zo'n ronde of 15 voor het einde. Om de voorste 20 los te krijgen. Daar valt twee dames met Danielle Beckering die daar net aan weet te ontsnappen. Er ontsnappen twee dames. Mireia Reitsma hier met 21. En Lieke Splinter, zij in het blauw daarachter. Lieke Splinter won een paar weken geleden in Assen reeds een marathon. Maar komt er hier niet aan tegen Mireia Reitsma. Ze was het afgelopen week wat grieperig. Maar weet hier toch de marathon van Amsterdam te winnen. Elma de Vries dan, derde Mariska Huisman, net eerder dan Danielle Beckering. En dat is dan de top 5. We zien daar binnenin, in het groene pak, Mariska Huisman. Zij het zeer. Maar dit is de winnares van Amsterdam van vandaag. Haar naam is Mireia Reitsma. Voor Lieke Splinter, Elma de Vries, Mariska Huisman en Danielle Beckering. In de strijd om het gouden pak blijft Beckering vooraan, omdat ze nauwelijks dus punten verliest op Elma de Vries. Maar dit is dus de winnares van de dag, de goedlachse Mireia Reitsma. Beckering dus 78 punten voor Elma de Vries met 60. En op de derde plaats Maria Sterk.